Ik ben Rob Kent, voorzitter van Fietsmaatjes Schiedam. We zijn hier in de wijk Groenoord van Schiedam. En we beginnen hier met het project Fietsmaatjes Schiedam. En de bedoeling is dat er in alle wijken duofietsen gaan komen om mee te fietsen natuurlijk. Een fietsmaatje, daar heb je een vrijwilliger die fietst. Die beheert de fiets, zeg maar. En de gast is een bewoner die nodig heeft dat hij in beweging is, contact legt, het buiten ervaart. Nou, dat is de gast. En de gast die kan zich aanmelden en dan koppelen we een vrijwilliger met een gast. En samen maken ze fietstochtjes van 1 à 2 uur op dit moment. En de bedoeling is dat het uitgebreid wordt van 1 tot 3 uur. Ik ben Adrie Edenburg en ik doe de communicatie voor de Fietsmaatjes in Schiedam. Een fietsmaatje is iemand die iets voor een ander over heeft. Hè? Die misschien vrije tijd heeft en denkt van ja, anders zit ik maar een puzzeltje doen. Of ik zit op de bank of ik zit tv te kijken. Maar wat zou het fijn zijn om iemand blij te maken. Zoals de voorzitter al gezegd heeft. Mensen die misschien nooit meer buiten komen, maar die op deze manier weer naar buiten gaan. Lekker de wind door de haren voelen. Wel of niet in beweging zijn, dat mogen ze zelf kiezen. En ze kunnen weer een praatje maken met het fietsmaatje eigenlijk. We hebben twee bewoners die gaven onafhankelijk van elkaar aan. Wij willen fietsen, maar we mogen niet of kunnen niet meer fietsen. En die hebben altijd gefietst. Twee bewoners, een medebewoner en ik, zijn samen met hun op duofiets gaan fietsen. En toen we terugkwamen door de Broekpolder naar hierheen, zeiden ze, wanneer gaan we weer? En zo is het eigenlijk, daar moeten we wat mee doen. De gemeente heeft toen dit plan ondersteund en een volledige medewerking gegeven om dit te realiseren. Het zijn duofietsen, dat betekent dat je naast elkaar zit. Het zijn twee accu's, dus je hebt ook trapondersteuning en de vrijwilliger die kan zelf bepalen hoe hard die gaat. En de gast die kan meetrappen of op zijn of haar manier kan die zeggen van nou, ik wil gewoon zitten. Kan ook. Dus helemaal naar de wensen van de gast. Het is ongelooflijk dat we al voordat we echt gaan starten heel veel aanmeldingen binnenkrijgen. En wat was heel veel? Nou, we hebben in ieder geval al 10 vrijwilligers en 12 bewoners. En nou, ongelooflijk. En we horen dat er meer gaat aankomen. Overal waar we komen, maakt niet uit, in de wijk. Ze zijn enthousiast. En zelfs andere wijken hebben ook aangegeven aan ons, wij willen ook meedoen met jullie project. Dus zodra wij een beetje gaan lopen, zeg maar, dan is de bedoeling in heel Schiedam dat voor elkaar te gaan krijgen. Wat maakt dit vrijwilligerswerk zo mooi, zo speciaal? Nou, eigenlijk de blik in de ogen van de gast. Die is zo blij dat hij weer buitenlucht ervaart, kan wennen aan het verkeer, genieten van de omgeving. Nou, die blik alleen al, ja, daar doe je het voor. Ik ben eigenlijk gevraagd om de communicatie te doen. Ik heb niet erover nagedacht van, zal ik ook gaan fietsen? Maar nu dat ik al zo in het plan betrokken ben, denk ik dat ik ga fietsen ook. Ja.